dekkers, hondstraf, daar kan je thee van zetten en tussendoor staat munt. Dus ik zie hier eigenlijk al 5 eetbare soorten op een heel klein stukje staan. Wat heel efficiënt is, als je het helemaal vol had gezet met mais, dan staat die mais allemaal in dezelfde ruimte. Die staan allemaal schouder aan schouder eigenlijk met elkaar te concurreren. En deze bomen hebben heel weinig last van elkaar. Want de ene is hoog, de andere is laag, de andere kan meer schaduw verdragen. Dus ze doen eigenlijk allemaal waar ze goed in zijn, waardoor het geheel heel productief is. Die aardbei is hier ook heel mooi boven het gras uit kunnen blijven. En dat heeft er ook mee te maken dat ze nu een dikke. En dat vind ik altijd wel belangrijk om bij stil te staan. Want het is niet zo dat je hier nu een walnoot ziet met een appelboom en een bessenstruik. En daaronder nog die munt en dan weer die hondstraf. Het gaat ook door de tijd heen. Die walnoot staat er niet op hetzelfde moment als die bessenstruik bijvoorbeeld. Dus je hoeft niet zo... Ja, precies. Dat heet de successie. Dat je begint eigenlijk... Stel je hebt een grasveldje thuis en je... Je doet daar niks mee. Je komt daar nooit meer. Dus je zet er een hek omheen en je laat het helemaal op zijn beloop gaan. Dan is het waarschijnlijk na een jaar of 3, 4, 5, begint het langzaam een klein bosje te worden. Dus dan komt er eerst een brem, dan komt er een berk, misschien een els. Dan komen al die, ja, die pioniersoorten, die komen eigenlijk de weg vrij banen voor de volgende bomen. En dat gaat dan zo tientallen jaren door tot het eindstadium, dat is bijvoorbeeld een beukenbos. Dus onder een beukenbos heb je enorme grote bomen, daar groeit bijna niks meer onder. Hè. Er is alleen maar schaduw, er ligt blad onder, maar er is helemaal geen onderlaag meer. Dus die beuken hebben eigenlijk het overgenomen. Totdat er eentje omvalt, of dat de bliksem inslaat, of er is een storm. Dan valt er misschien eentje om en dan begint de successie op dat stukje bos weer helemaal opnieuw. Dus dan komt er weer een berk. Dus die perenboom is nu ook 4, 5 jaar oud. Dat betekent dat hij nu een beetje uit zijn kindertijd is. Dus hij kan nu op zijn eigen beentje staan en hij heeft die grote bomen niet meer nodig om hem te beschermen van het felle zonlicht en de wind. En dat betekent dat we deze winter dus de toppen bijvoorbeeld uit die berg kunnen zagen en die esdoorn verder op kunnen snoeien, zodat het zonlicht daar nog onderdoor kan. Dat het zonlicht van deze boven langs kan. Nou, we zorgen ervoor dat hij nog steeds beschutting heeft, vooral tegen de wind eigenlijk. Maar dat hij wel wat zonlicht kan vangen. Want hij nu staat hij bijna de hele dag in de schaduw. We willen dan nu de functie van hulpjes voor het fruit en de eetbare gewassen. En als ze hun rol vervuld hebben, dan mogen ze dus wijken. Dus dan heb je blijvers, dat zijn bijvoorbeeld alle eetbare soorten. En wijkers, dat zijn alle pioniersbomen. En die leggen dan gewoon het loodje voor het systeem, eigenlijk voor het grote gebied. Bodemleven kan het dan afbreken. Dus alle wat